hebben er een goede 100 uitgezocht en die gaan we van binnen en van buiten gaan we die helemaal bekijken, opmeten, onderzoeken. En dat gaat zowel onderzoek naar de herkomst, van welke kolonies zijn getroffen, waar komen ze vandaan, als wat voor ziektes zitten erin. Is er een achterliggend ziektebeeld wat het verklaart? Hebben ze plastic gegeten? Hebben ze gif binnengekregen? We houden alle opties open. Als je ze bekijkt en je voelt ze, dan ze zijn allemaal broodmager. Ze hebben heel veel gewicht verloren, dus ze hebben echt al wekenlang te weinig of helemaal niks gegeten. De meeste vogels die hier zo op tafel liggen en die dus ook dood zijn gegaan, dat lijken jonge vogels te zijn. Die hebben nog weinig ervaring op zee, die komen voor het eerst op zee, komen dan in stormen terecht. Ja, en dan moet je het maar zien te rooien, dan moet je maar vis zien te vangen. Er zijn een paar dingen gek aan deze sterf. Het zijn alleen zeekoeten en het is alleen in Nederland. En dat pleit eigenlijk tegen dingen als slecht weer, want daar zouden meer vogels last van moeten hebben. Het pleit ook tegen zaken als gif. Want ja, waarom zouden alleen zeekoeten worden vergiftigd? Hè? Er zijn ook andere vogels op zee, dus dat is gek. Het kan ook een lokale voedselschaarste zijn. Dat het voedsel van die zeekoeten, dat een tijdje weg is geweest. Ja, dat de vis ergens anders is gaan zwemmen. En alles wat je bedenkt, daar kun je argumenten tegen verzinnen waarom het niet dat kan zijn. En dat suggereert dat het een combinatie van zaken is.